Ja, hallo allemaal Team Pino en welkom terug bij een nieuwe tutorial van mij, Team Pino. Dit is voor de Cocoa Bean Farm, ja, want we zitten in 1.3. Zoals je kan zien, hier zo linksboven in het scherm naast mijn frames per seconde. Kan zien, we zitten in 1.3. Dit is de Cocoa Bean Farm. Je kan Cocoa Beans kan je planten en dan krijg je deze. Oh, wow, dat bedoelde ik niet. Dan krijg je deze. Ah, nee. Dan krijg je deze dingen. Dus laten we even voorstellen, ze zijn allemaal gegroeid. Ik kan ze groeien met Bromio, maar dat doe ik even niet. Oh, ze zijn gegroeid. Dan ga je op de pressplate staan. En boom, alles gaat weg. En het moet er eigenlijk allemaal uitzien zoals dat. Maar dat doe ik nu eventjes niet. En dan kan je ze allemaal pakken en dan kan je ze weer allemaal replanten. Zoals je zelf wil. Zo, ik heb ze allemaal gereplant, bla bla bla. Gaan we nu even naar de redstone. Dit is allemaal praktijk, hoe het gaat en zo. Oké, de pressplates wil gaan. Deze redstone wire wil die power, die powert het en gaat dan naar de wordt het ook weer repeaters, gaat die repeaters wil activate or deactivate deze redstone. De redstone gaat hier omhoog en wil, hij gaat activate deze dingen. Ik heb deze repeaters hier zitten omdat ik het graag wel allemaal tegelijk wil hebben. Anders gaat het zo do, weet je wel. Ja, het ziet er ook soms wel leuk uit. Oh ja, oké. Nou, dan gaan we hier zo omhoog. Deze redstone torch wil power dit, deze lijn. Hier zo deze torch gaat deze power dit blok. Deze torch power dit blok, waardoor deze torch weer uitgaat en bla bla bla. En het gaat hier zo langs. Precies hetzelfde. Oh, hier zo. Dus eigenlijk is dat het tutorial eigenlijk heel makkelijk om te maken. Ik ben geen pro in redstone, maar dit vond ik niet zo moeilijk om te maken. Dus ja, geen rare dingen zoals T-flip-flop of Butchridge. Hierbij kan eigenlijk wel, maar dat wordt ook een beetje moeilijk om te maken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een like achter als je het leuk vond en useful. Subscribe op mij als je nog niet bent gesubscribed op mij. En je wil meer zien van mij, dan ja, dat kan altijd dan. Dus laat even in de comments achter of je nog een tutorial op een andere, soort van Cocoa Bean Farm. Dus ik zie jullie de volgende keer weer bij de volgende video. Bye bye.